Hoeveel mensen heb jij al gelukkig nieuwjaar gewenst? Vijf. Vijf. En hoe heb je ze gelukkig nieuwjaar gewenst? Met zoenen of... Ik zei gewoon, yo, gelukkig nieuwjaar, broer. Dat zei ik. Ja, nou, de hele familie natuurlijk. En collega's. We zijn begonnen met werken, dus heel veel. En hoe doet u dat dan? Met zoenen of een hand? Allebei. Ik zoen meestal geen kerels. Dus zoenen is voor de dames en de hand is voor de heren. Ik denk een stuk of 30, 40 met werk. En hoe doet u dat dan? Met zoenen of een hand geven? Gewoon een hand. Ik werk bij een formeel bedrijf, dus... Nou, een heleboel. Ik denk zeker een stuk of 30. En hoe doet u dat dan? Zoenen of hand? Zoenen? Nou, afhankelijk van de seksen. Zoenend of met een hand. Nou, toch wel best wel wat, denk ik. Iedereen die ik ben tegengekomen eigenlijk, die ik goed ken, mijn familie. Nou, ik heb mijn vrouw iets inniger gezoend dan mijn secretaresse, maar... Dus enig onderscheid maak ik nog wel. Nou, hoe wens je ze gelukkig nieuwjaar? Met zoenen of geef ze een hand? Nou, ligt eraan hoe goed ik ze ken. Maar zoen je of geef ze alleen een hand? Nou ja, bij de ene een knuffel, bij de andere een hand. Ja, gewoon spontaan eigenlijk gewoon. Okay. Hoeveel mensen heb jij al gelukkig nieuwjaar gewenst? Oh, heel veel. Familie, vrienden. Yeah. Waarom geef je ze geen zoenen? Op de mond. Ik ben monogam. En gewoon drie zoenen op elke wang? Nee, ik ben Turks, dus twee. Top. 2016.